Rico Verhoeven heeft aan de talkshowtafel van Bo van Erverdorens controversiële meningen geuit over vaccinaties en over de intimidatie van journalisten Merel Ek. Dat is hem al op een flinke sneer van Evert Zantegoeds komen te staan en nu krijgt de kickboxer ook nog eens Johan Derksen over zich heen. Het is een domme jongen, vindt Johan. Kijk, onze lieve heer deelt uit, hè? De en krijgt een grote L-sterretje L en de andere een grote neus, maar hij heeft iets te veel spieren, heb ik de indruk, en iets te weinig hersens gekregen, zegt hij in vandaag een site. Tafelgast Job Knoester, ik vind het echt lullig. Ik vind dat ze zo'n jongen tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Johan, ja, maar hij is zo geen sterretje sterretje L van zichzelf dat hij overal gaat zitten vertellen dat hij een filmster wil worden. Zo'n Rico moet helemaal geen podium krijgen van Bo, vindt Job. Die redactie weet van tevoren wat hij gaat zeggen en dat hij dit gaat doen. Die vraag stel je die jongen toch niet? Je moet hem beschermen tegen zichzelf. Ik denk dat je ook moet weten wanneer je niets moet zeggen, en dit was een goed moment geweest voor Rico. Johan vindt dat Bo gefaald heeft. Zo'n presentator mag dan toch ook zeggen: Je zit uit je nek te lullen? Wilfred genee, Bo liet hem lopen, maar dat meisje dat ernaast zat Floor geloof ik probeerde het nog een beetje uit te leggen dat iemand voor rioolrat wordt uitgemaakt. Johan vindt het teleurstellend dat Bo dat overlaat aan een andere tafelgast. Dat vind ik juist zo armoedig. Dat de presentator, die de gespreksleider is, het laat lopen, en dat een tafelgast dan eigenlijk die rol overneemt. Al met al heeft Rico voor Johan flink afgedaan. Het is een heel aardige gozer, maar dit raakt kant nog wel.